was het allerlaatste dat we van hem hoorden. Liefste, vanaf vanmorgen staan we met een transport naar Duitsland op het perron al hier. Met mij zijn ook Douwe en Willem Meens. Lieveling, ik had nog zo ontzettend graag geweten hoe de bevalling afgelopen is. Maar dat heeft niet zo mogen zijn. Waar we nu naartoe gaan is niet bekend. Hopelijk zien we elkaar nog eens terug, zo God wil. De oorlog kan zo lang niet meer duren. Daar dit mijn laatste brief zou zijn voor mijn hopelijke thuiskomst, wens ik jou en de kinderen het allerbeste. Vele kussen voor jou en de kinderen. Liefste, tot spoedig. Dag, Dirk. We gaan door, Herman. Hier, godverdamme. Josie. De muziek stopt. Nooit. Aftellen. 10, 9, 8, 7. En daar zijn ze weg. De deelnemers aan de 10 en de 21 kilometer. Door die prachtige omgeving van Almelo hebben zij onder vandaag perfecte weersomstandigheden. Deze afstanden, dus de lopen aan de 10 en de 21 kilometer. We zien ook Jan Bosman. Jan, succes! En als laatste man gaat van start, de man met startnummer 707. Maar ik kan u voorspellen, hij finisht niet als laatste. Dat voorspel ik u. Toen ik op de middelbare school zat, wilde ik eigenlijk naar de kunstacademie. Ik vond het tekenen op school het allerleukste vak, tekenen, handarbeid. Ik deed toelatingsexamen voor de kunstacademie. Ik mocht komen en mijn moeder zei, daar kan je het droge brood niet mee verdienen. En ik kwam toelatingsexamen doen en het was zo'n vrij gevochten bende. Nou, als meisje uit een Twents dorp, dat durfde ik niet aan. Dus ik ben hele andere dingen gaan doen. Ik ben in het onderwijs, ik ben socioloog geworden, vooral in de gezondheidszorg gewerkt. En op mijn 55ste dacht ik, nu ben ik er wel aan toe. Ik had mijn droge brood verdiend en toen ben ik alsnog naar de kunstacademie gegaan. Nou, dat is 11, 12 jaar geleden. En ja, ik geniet er nu volop van. Ik vind het heerlijk om met kunst bezig te zijn. Ik ben zelf kunstenaar, ben artistiek coördinator hier van de stichting Indigo, kunsthal Hof 88 in Almelo. En ik vul er mijn hele week mee met de combinatie. Ik vind het leuk. Mooi, vindt u het ook leuk dat andere mensen zo van uw werk genieten? Want ik vind het zelf prachtig mooi werk. Ja. Nou, ja, dat vind ik leuk. Dat heb je met dit soort dagen, komen mensen terug omdat ze nou, hier als eerder geweest zijn en weten dat ik me met gebouwen bezighoud, met architectuur. En er zijn ook mensen die komen de achterdeur in en lopen meteen door. Kijken rond van,
dit is het niet. Die zoeken hele andere kunst. Maar het is fijn om te weten dat er mensen zijn die mijn werk waarderen. Ja, vind ik leuk. Ik hoor ook dat er gemeenten zijn die uw werk waarderen. Ja, maar dat hangt ook samen. Ik had een serie gemaakt met toen hier het nieuwe stadhuis gebouwd werd. En het geluk dat ik dat mocht exposeren met de opening van het stadhuis. En toen is er in kringen hier van de gemeente, van de organisaties die de bouw gedaan hebben, een burgemeester uit een omliggende gemeente, die had al eens ooit wat van me gekocht en heeft zijn collectie weer aangevuld. Dat was een leuke expositie en het was voor mij heel leuk omdat er weinig terugkwam in mijn atelier. Ik heb er nog één werk aan overgehouden. Prachtig mooi. Gaat er nog meer voor gemeentes werken? Nou, ligt niet in het verschiet, maar ik heb niks gepland. Ik schilder, ik zoek een onderwerp wat ik boeiend vind. En ik heb momenteel ook een galerie die mijn werk meeneemt naar beurzen in het land. Dat vind ik al heel geweldig. Ik hou het zo af en ik zie gewoon hoe het verder gaat. Dat u nu zou ophouden met zijn defensieve houden. En ik werk veel, dus ze blijven elkaar bedrijven. Er is erg veel werk verzet door een klein leger vrijwilligers. Zij kwamen vele uren hier om belangeloos hun bijdrage te leveren. Liters verf, saus, vele kwasten, rollers, stroomdraden en natuurlijk vele koppen koffie werden er gebruikt. Een ware metamorfose is bewerkstelligd door deze vele hardwerkende en enorm gewaardeerde vrijwilligers. Veel bedrijven en sponsoren rondom het AHOES droegen ook hun steentje bij door materialen, gereedschappen, kennis en kunde beschikbaar te stellen. Zonder de inzet van onze vrijwilligers en sponsoren hadden we deze klus niet kunnen klaren. Een enorm applaus voor deze mensen lijkt me zeer zeker op de plaats. Dat dit moment vandaag plaatsvindt, dat het AHOES weer beschikbaar is voor het hele dorp, dat is vooral aan de inwoners van Adorp zelf te danken. Het bestuur van de stichting, de heer Grotehuis uiteraard, maar ook een heleboel mensen die vrijwillig hun know-how hebben ingebracht, die hun kennis van klussen hebben ingebracht, die hun spierkracht hebben ingebracht. Die hebben meegedacht over de inrichting en de aanpak van dit totaal vernieuwde dorpshuis dat voor dit dorp het licht ziet vanavond, zou je bijna kunnen zeggen, op deze al vroeg donkere najaarsavond. Ja. Kunt u het allemaal zien? Nou, we zijn in mei dit jaar zijn wij als nieuw bestuur aangetreden nadat het AHOES een periode dicht is geweest. En met ontzettend veel mensen, met ontzettend veel vrijwilligers hebben wij daar een inventarisatie gemaakt van wat er nodig was om de boel weer draaiende te krijgen. En uiteindelijk hebben we een uitbater gevonden, Henk Grotehuis, die ontzettend enthousiast was, de potentie van het AHOES ziet en zag. En die wil daarmee verder. En de boel is opgeknapt. Er is geschilderd, gesausd, geverfd, noem maar op. En dit is het resultaat. We hopen natuurlijk dat het een succes wordt. En ja, iets afdwingen lukt niet. Je kunt niet zeggen het moet of het zal. Maar we hopen dat dit een enorme positieve stimulans is, waardoor de mensen van Adorp het AHOES weer weten te vinden. Pakken uit vanavond. We hebben van alles. Voor iedereen wat wils. Er zijn nog een paar verrassingen. Ik wil niet alles verklappen, maar in elk geval een fantastische band hebben we erbij. Zangers, zangeressen. En u zult het allemaal zien. Laat u vanavond ontzettend verrassen. Thank you.
Ik ben nog steeds actief lid en dat 70 jaar lang, dat is wel een unicum eigenlijk. We hebben alleen een geweldige, fantastische, amicale vereniging. Iedereen kan met elkaar opschieten, jong en oud, loopt door elkaar. Katholiek, protestant, maakt niet uit, geen geloofsgemeenschap. Heel lang is gedacht dat de Eendracht van oorsprong hier opgericht in Harbrinkhoek, Maria Parochie, een katholieke vereniging was, maar dat is nooit geweest. Iedereen is welkom bij ons bij de Eendracht en iedereen voelt zich thuis van jong tot oud. Wij hebben voor iedereen ruimte in ons orkest. Van klein tot groot, op alle mogelijke instrumenten zijn ze welkom. Houtblazers, koperblazers, trombonisten. Ik ben de één van de twee die we op dit moment hebben. Daar zitten we eigenlijk wel een beetje om te springen. Dus als er nog iemand in Almelo of omgeving is die graag trombone wil spelen, van harte welkom. Maar ook alle andere instrumenten. Iedereen die bij ons in de gemeente 100 jaar en ouder wordt, mag ik op bezoek komen. En ik vind het ook heel bijzonder dat ik hier vanavond mag zijn. Exotische sporten die in de gemeente worden beoefend, die hopelijk, laat ik zeggen, gemeengoed gaan worden. Ik heb vorige week was ik nog aanwezig bij de opening van een padelbaan, een mix van tennis en squash dat we in onze gemeente tegenwoordig kunnen bieden. Dus u kunt het zo gek niet bedenken of u kunt uw sport in Almelo beoefenen. Welkom dus in die mooie stad waar u het afgelopen jaar bent gaan wonen. Wie is hier om de liefde naartoe gekomen? Ik weet dat het er één is. Nou, zijn er nog veel meer. Hartstikke mooi. Dan heeft u uw hart gevolgd naar Almelo, maar ook nog eens een keer uw hart misschien wel verpand aan een hele mooie stad. Ik hoop dat u dat die liefde bloeit. Esther, ja. En u bent nieuw in Almelo. Ja, dat klopt. Ja. Eigenlijk terug van weg geweest. Ik ben 15 jaar geleden hier verhuisd naar Deventer en nu weer terug. En zijn daar verschillen en overeenkomsten met Deventer? De verschillen zijn dat Deventer een Hanzestad is, een hele oude stad, en Almelo een wat nieuwere stad. De overeenkomst vind ik dat eigenlijk de dorpsheid, hè, die de burgemeester net ook al zei, dat herken je ook wel terug bij Deventer, maar ook herken ik ook bij Almelo. Dus dat vind ik wel heel leuk. Ja. Hoi, u gaat zo een rondleiding doen en... Dan ziet u dus wat er in die tijd in Almelo veranderd is. Ja, heel veel heb ik al gezien sinds ik hier weer woon. Ja, een heel nieuw stadhuis en een binnenstad die in ontwikkeling is. En ja, dus, er is wel veel veranderd volgens mij. Succes met de rondleiding. Ja, ja. Dank u wel. Dat is eigenlijk best zwaar werk, dat beeldhouden. Klopt, het is redelijk pittig om te doen. Maar aan de andere kant minder zwaar dan de meeste mensen denken. Het is toch vooral een kwestie van techniek. Maak je dan ook gebruik van gereedschappen, zoals een haakse slijper of iets dergelijks? Ja, gebruik ik ook. Ik werk zowel met de hand als machinaal, haakse slijper, pneumatische hakhamer. En bij voorkeur eigenlijk toch al met de hand. Maar niet alle grote werk is daar geschikt voor. En ook niet alle steensoorten kun je handmatig bewerken. Dus. Maar de finishing touch moet toch altijd met de hand? Hè? Ja, bij voorkeur zeker. Het contact met de steen is gewoon voor mij heel erg belangrijk. Dus. Ja, maar ik hou ervan om een beetje de zaak af te wisselen. Als ik iets een tijdje gedaan heb, dan... wil ik gewoon weer wat anders. Ja. En beeldhouden is van de laatste tijd? Dat is iets van de laatste jaren, ja. Ja. Maar ik vind het wel lekker om een beetje lichamelijk bezig te zijn. Een beetje
je armen te gebruiken. En de schilderijen? Volgens mij bent u in Frankrijk geweest. Ja, die komen inderdaad uit Frankrijk, ja. Ja. Maar zo nu en dan, dan heb ik zin om te schilderen en dan laat ik het beeldhouwer weer zitten. En dan wil ik weer eens een tijdje linoleum snijden of... nou ja, er is altijd wel wat te doen. Dat laatste werk wat net gefilmd is, dus heeft u het ook in Frankrijk gemaakt? Ja, dat is wel deze keer als enige. Meestal maak ik er meer, maar ja, doordat ik het huis zo netjes achter wilde laten, omdat ik het hoop te verkopen, heb ik natuurlijk ja, minder tijd aan mijn andere werk gehad. Maar het is wel een dubbele. Het is wel een dubbele, ja, heb je goed gezien. En dat was lastig hoor, dat was lastig. Hoe lang doet u dit werk al? Ik ben van 2002 kunstacademie gedaan en dus 2006 ben ik in de werkhaven Almelo gekomen. Dus dan kan je wel nagaan hoe lang het dan is. Bijna meer dan 15 jaar, denk ik, zo'n beetje. Ja. Maar u woont in Enschede en u werkt in Almelo? Nee, ik werk ook in Almelo. Mijn atelier is in Enschede. Ja, ja. Thank you.
Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.